Stap uit, stap uit, stap uit, stap uit, stap uit, stap uit. Staan blijven, Uzing. Staan blijven. Staan blijven, staan blijven, staan blijven. Ja, dat is altijd hier zo. Want, normaal is hij best druk, dus dan staat die tijd staat wel redelijk lang, ja. Dat is ook omdat die kuipje hiernaast zit. Ja, ja. Het is goed druk dat hier onder zo'n wedstrijd. Ja. Maar ja, nu is het niet druk, dus stoplicht opschieten. Ja, kijk hier. Kijk. Hij heeft me gehoord. Hij heeft ik me gehoord. Moest hier een keer een hand houden toen bij zo'n wedstrijd. Dat gaat gek hoor, jongen. Ja, dat weet ik wel. Ik ken er alles van. Dan komen ze in één keer met z'n tien op, ja, verenig. Ja. Oké, okay, voorrang geven, maar het is niks. Assistentse collega hier, daar. Hey, die gast die kijkt van die drugs deal van vorige week. Die? Ja, hier was de melding ook, hè? Wat zei je? Hier was de melding ook. Kijk, ik draai hem wat even om. Want er liggen geen licht aan. Nee, daar nog één. Voor mij gaan ze onder die tunnel. Ja, was er nog eentje? Ja, ik heb er wel. Volgens mij gaan ze onder die tunnel. Oké. Okay. Is goed? Ja, rustig met jou. Ja, zeker. Rustig. Lekker man. Hey, luister, heb je het bij? Yes, ik pak het even. Ja, goeie. Bro, je hebt het, man. Ja, 600. Maar 600? Ja, wat denk jij dan? 700 toch? Niks 700, jongen. 700 zeker wel. Wat 700? Hey Fatu bro, hey luister. Ja zeg net... Fatu's. Ja Aymond, ik zag net Popo, dus we moeten opletten, want ik vertrouw ze niet. Maar ze reden geloof ik gewoon door, we gaan gewoon het surveilleren. Oké, okay, leek beter. Ja, hey ik heb het spul ook even. Ja is goed man. Hoeveel had je? 2 gram toch? Kijk eens. Koek. Alsjeblieft. Ga erop af? Hey luister. Ja, ze geven wel iets aan elkaar. Oh, voor mij moeten we echt nu in. Voldoende. Hé, hey, lekker man. Kut, hey, Popo. Kut. Wat Popo, wat Popo. Hij gaat er vandoor. Stap uit, stap uit, stap uit, stap uit, stap uit, stap uit. Staan blijven, politie. Staan blijven. Staan blijven, staan blijven, staan blijven. Vriend, ga je niet redden op je knieën. Oké. Blijf staan. Sorry. Blijf staan, handen op je hoofd houden. Geen grappen meer, ja? We blijven staan. Dag, ik kan niet meer. Sorry. Nou, niks, sorry. Ga je even boeien. Hé, hey, doe normaal! Veel te strak, man! Hé! Hey. Ja. Dat jank van je ook nou niet horen, ja? Wat? Ja, je hoort me heel goed. Hé, wat? Wat dan, hè? Ga even mee naar de auto. Wat was je daaraan doen? Wat zeg je? Wat was je daaraan doen? Wijkrecht tot de dood, broer. Oké. Okay. Hey bro, waar ben je? Waar is mijn bro, man? Ja, die is ergens anders. Ah, varken. Man. Altijd hetzelfde met jullie. Ik ga boeven vangen ofzo. Ja, wat ben ik aan het doen dan? Ja, onschuldige burger vangen. Ja? Oké, okay, komen we zo wel achter. Man. Je hebt nul bewijs. Bewijs voor wat? Nergens. Hou je mond, man. Zwijgrecht. Ja, prima. Waar gaan we heen? Ik ga je even tegen mijn voertuig aan zetten, ga ik je even fouilleren. Nee. Jawel. Ik weiger. Nou, u heeft wel niks te weigeren. Alleen die vrouwelijke collega heeft van voertuig mag mij fouilleren. Heeft u scherpe voorwerpen bij waar ik mij kan baseren? Ja, ik hoop dat je kunt baseren. Oké. Okay. Heeft u ze bij? Naden, iets wat me prikt? Ja, waarschijnlijk wel. Moet je hebben. Nee, maar alles wat ik nou bij u vind is wel van u, wordt ook in beslag genomen en kan uw onderzoek ook schaden. Dus ik wil graag weten als er iets is, dan kan het namelijk uw onderzoek minder schaden dan wat nou wat doet. U kunt het kopen van me. Oké, okay. Nou alles wat ik vind bij deze van u gaat mee naar uw onderzoek, ja? Wat? Ik wil mijn rechten weten. Ik zag niks. Hoi,
Ik wil mijn rechten weten. Krijgt u zo te horen. Oké. Zo. Dit pakje van u? Wat? Dit pakje van u? Wat pakje? Ja, wat u hier voor uw gezicht heeft. Hey bro, waar ben je? Help! Ja, oké. Okay. Prima, dus voor uw onderzoek dan. Ga u in de auto stoppen? Gaat u zo eventjes mee naar uw vriend? Wat het ook is. Ah, bro. Even de gordel vast. Ik wel. Oh. Veiligheid voor alles, hè? Sowieso. Dus, Mag je wel. Jij was snel, man. Volgende week weer, hè? Zelfde plaats, hè? Nou, ik hoop voor je dat je volgende week alweer op straat staat. Wat de man, volgende week andere plaatsen, weet toch. Maar we gaan het chillen, man. Beetje jonko, ik bedoel sigaretje aan het roken, je weet toch. De raampjes open. Hey nee. Bro, hey man. Heb je Popo ja. gebeld ofzo? En je hebt het recht om te zwijgen, heb je dat begrepen? Nee. Nee, oké, okay. Wat begrijp je niet dan? Had hij iets? Hoe jij het zegt? Hij had accent, jongen. Je accent. Hij had geld bij. Gaat ABN met me. Oké. Bro, zwijg recht tot de dood. Hey, we gaan jou zo ook meenemen naar het bureau. Ah, doe maar. Ik ga je ook nog fouilleren. Heb je iets wat mij kan steken of pijn doen? Geen idee, ik weet niet of je zo softy bent. Oké, dan moet ik mijn handschoen maar even pakken. Hey, Neffo, doe even meneer, mijn auto. U bent dus bij deze aangehouden zaken de opiumwet. U heeft recht om te zwijgen, alles wat u zegt de opiumwet. Welke wet? Alles wat u zegt kan en zal tegen u gebruikt worden, heeft recht op een raadsman. Wilt u gebruik maken van een raadsman? Wat is dat? Dat is een advocaat. Advocaat? Ik ben zelf advocaat, man, weet toch. Oké, wilt u nou gebruik maken van de advocaat, ja of nee? Wegrecht tot de dood. Oké, dus u doet afstand, dat is prima. Nee, hallo, hey, ik wil advocaat, man. U wilt advocaat? Ja, prima. Ja, mag u die op bureau, mag u die spreken? Tevens, ja, alles wat u zegt kan en zal tegen u gebruikt worden en zal middels het onderzoek schade, is dat duidelijk? Jouw moeder. Hé, ja? Die gast, okay. Die ken ik nog wel van vorige week. Hé, hey, jou ken ik ook nog. Hoe is het met jou dan? Vorige week niks aangetroffen, hè? Oké, dan sleep maar eventjes hier de auto in, die andere ook. Dan gaan we snel ook even naar het bureau. Nee, maar hier zat een dikke zak vol met geld, dus... Geld, oké. Nou, die andere had drugs, dus hard drugs ook. Ik heb jouw geld van een jaar, vriend. Dus ik zal voor gewoon zitten maar even in de auto. Ik ben wel even tafeltje zo. Ja. Ik zal het nu wel even doen, trouwens. Hé, hey, dat geld, wat je zegt dat jij mijn geld hebt in een jaar, dan ben ik het wel maar kwijt, hè? OC 501 ook. Hé, kan ik grote pek hebben tegen mijn broer? Ja, ze graag takeltje ter hoogte van Rotterdam Haven. Tegenover de Kuip daar onder de brug. Daar staan twee voertuigen die weggesleept moeten worden in verband met een drugsdelict. Even twee takeltjes kan sturen over. Matthijs? Ja, is vernomen, dan wacht even. Ga die auto weer. Ja? Ja, ik heb net even een collega opgeroepen. Want hij wil. Ik ga die hele auto niet in. Vanwege zijn maat. Ja, goed idee. Ik word even met een andere collega. Ja, breng ik deze gozer vast even heen dan? Ja, is goed, dan komen we achter je aan rijden. Ja, komen twee takeltjes hier, dus of je even wil wachten dan, tot die er zijn. Ja, is goed. Ja? Oké, okay, top. Yes, ja, stoppie, thanks. Tot zo. Volgende week andere plek. Ja, tot volgende week. Goed door!